De workout voor vandaag. De thuistraining 371. We beginnen weer met een benchmark. Dus in dit geval de hollow en dead bug, maar nu 4 keer 1 minuut. Dus we zijn opgebouwd van 30 seconden naar 45 seconden, nu naar 1 minuut. Vervolgens de workout, 4 time, 25, 20 en 15 herhalingen van alternating dumbbell snatch, burpees over de dumbbell en de Russian twist. Hoe die eruit zien en wat de uitvoeringen zijn, die laten we zo meteen zien. Dan de lifestyle tip. Als je meer variatie wil aanbrengen in eten, je wil meer nutriënten binnenkrijgen, om wat voor reden dan ook, eet 800 gram groente en fruit op één dag. Nou, als je dat eet, dan weet je zeker dat jij in nutriënten komt. En misschien eet je ook nog wat meer variatie. Dus een leuke tip om eens een keer uit te proberen, 800 groenten op één dag. Dan de vraag van de dag. Wie heeft je het meest geïnspireerd of heeft je geïnspireerd toen je 15 was? Voor mijzelf is dat natuurlijk niemand anders dan mijn moeder. Maar misschien heb je iemand anders. Arnold Schwarzenegger of whatever. Ik weet niet wie. Ja? Ga hiermee aan de slag en we gaan zo naar de uitleg van de workout. Alright, de benchmark voor vandaag. De hollow of de dead bug. En we werken toe van de moeilijkste variant naar de wat makkelijker variant, zodat voor iedereen te doen is. We starten met de hollow. Die ziet er zo uit. Benen helemaal gestrekt. Armen helemaal gestrekt en hij heet hollow omdat je eigenlijk in een holle positie terecht wil komen. Een licht holle positie. Dus het enige wat de grond raakt is net boven je billen, hier je onderrug en een stuk van je billen. Dit is de hollow. Wil je hem makkelijker maken, omdat dit te lastig is, dat kan, dan breng je je armen naar voren en blijf je in deze positie. Nog iets makkelijker, derde variant, breng je je benen omhoog. Nog iets makkelijker. Wil je hem nog makkelijker maken en dan komen we bij de dead bug, dan breng je je armen in de lucht. Nog steeds benen gestrekt, armen gestrekt, maar de makkelijkste variant voor deze benchmark. Succes ermee en we gaan naar de uitleg van de workout. Alright, de eerste beweging, de alternating dumbbell snatch moet ik zeggen. Ziet er zo uit, eerst een voorbeeld. Ja, dankjewel. Dus alternating, het eerste woord, betekent om en om. Eerst rechts, dan links of andersom. De dumbbell snatch, in dit geval gebruikt ze een dumbbell, mag ook een kettlebell zijn of een ander object. Die start op de grond. Ze laat het even met de kettlebell zien. Je start altijd met gewicht op de grond. Daarbij let je erop dat je voeten plat op de grond zijn en met een mooie rechterrug start. Vervolgens strek je heel snel, ga je gang en duw hem uit boven je hoofd. Dus nog een keer, alternating, andere kant. Strek je heel snel en duw hem uit boven je hoofd. Nou, met een dumbbell ziet het er zo uit. Voeten plat, rechterrug, go. Andere kant en go. Dus de sleutel tot deze beweging is eigenlijk de snelheid waarmee je strekt. Dus als je de voorwaarden hebt van een rechte rug en voeten plat op de grond, dan is het een kwestie van hard strekken. Duw je hakken in de grond, strek uit en duw de dumbbell of het gewicht wat je dan vast hebt boven je hoofd uit. Alright? Gaan we naar de tweede beweging. Je hebt het gewicht nog nodig, want we gaan naar de burpee. En bij de burpee spring je over het object na elke burpee. Dus ziet er zo uit. Ja, dankjewel. Nou, je ziet de uitdaging in onze kleine huiskamer. Die is ook al aanwezig en die zal ongetwijfeld bij jullie ook zo zijn. Dus zoek een plek waarbij je niet ineens je kind in het gezicht schopt of een plant omduwt of de tv. Maar zoek een plek waarbij je ruimte hebt. Dat is ook de reden dat we zijwaarts over het gewicht springen. Mocht het zo zijn dat je het niet voor elkaar krijgt om per se bij dat gewicht eroverheen te springen, dan spring je gewoon een klein beetje omhoog en naar de zijkant. Ja? Dat is, nou, waar let je op bij de burpee over het object? 1 is je gaat liggen plat op de grond. Hoe je dat doet, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als je langzaam wil gaan, omdat je de snelheid mist, dan stap je naar achter en dan ga je liggen plat op de grond. Vervolgens kom je omhoog, je stapt naar voren en je springt over het object. Dit is voorwaarts, kan ook als je de ruimte hebt. Nou, de tweede waar je op let, is als je omhoog komt, kun je springen naar voren, maar je kan ook stappen. Nou, net liet net stappen zien. Als ze er een paar, twee achter elkaar doet snel, dan kan ze ook springen. Laat maar zien. Dan springt ze naar achter, ze springt naar voren en ze springt over het object uiteindelijk. Ja? Dat is de burpee over het object. Nou, de laatste, de Russian twist, daarvoor heb je het gewicht ook weer nodig. Die start zit het op de grond en zo ziet het de Russian twist eruit. Dus een draai in de romp met het gewicht voor je. Nou, waar je op let in dit geval,
is je houdt je hakken op de grond en je billen blijven op de grond. Je leunt iets naar achter en de draai vindt voornamelijk plaats bij je romp. De rest van je lijf probeer je zo stil mogelijk te houden. Het is niet een kwestie alleen het gewicht draaien, het is je hele romp meedraaien. Oké. Nou, je hoeft niet de grond te raken, al dat soort gekke dingen. Je draait gewoon een klein stukje naar links en een klein stukje naar rechts. En daarvoor gebruik je het gewicht wat je ook voor de andere bewegingen hebt gebruikt. Mocht dat te zwaar zijn, gebruik je een lichter gewicht. Alternatief voor de gewichten zijn de dumbbell, de kettlebell als je die hebt, een fles water, iets wat je kan vinden. Maar zorg voor een solide ding, niet een zak of zo, want dat wordt bij de snatch echt een shitshow, zoals Nolan zou zeggen. Ja? Succes, veel plezier ermee en tot de volgende.